Het is dit weekend precies 10 jaar geleden dat Rotterdam decor was van de Grand Départ, oftewel de start van de Tour de France. Met een proloog door de stad en de start van de eerste etappe richting Brussel waren alle ogen gericht op Rotterdam. We rijden nog een keer de proloog van toen met oud-tourrenner Koos Moerenhout. Met presentator Ruud van Os kijken we terug op de live-uitzendingen van Rijnmond rondom de Grand Départ. En met de wethouder van sport, Sven de Lange, blikken we ook vooruit naar een mogelijke nieuwe tourstart. Goedendag, het moment waar we jaren naar uitgekeken hebben is eindelijk aangebroken. We hebben het zo lang gehad over Le Grand Départ in Rotterdam in 2010. 3 juli zou de datum zijn en vandaag is het eindelijk zover. De proloog van de 97e Tour de France is gestart. Die werd live verbonden met TV Rijnmond. Naar boven, bij Bureau voor de Boeg zijn we gaan staan op de dag van de proloog. Want die proloog die ging vanaf Ahoy. Hier de Erasmusbrug over, zeg maar het mooiste stukje van Rotterdam. Ik kwam ook nog even over misschien wel het lelijkste stukje van Rotterdam, hè? De Dordtse Laan. Maar als je dan die renners hier die brug over zag komen met al die mensen die hier stonden. Ja, we hadden daar een perfect uitzicht vanaf dat balkonnetje daar bij Voor de Boeg. En dan gingen ze hier de bocht om, zo de Maasboulevard op, met een beperkende factor. En dat was het weer. Helaas in de regen. Dat is helaas niet anders. Maar het is Benitez de Spanjaard die voorbij komt. En zo zijn er al vele tientallen renners voorbij gekomen. Kortom, de Tour de France is eindelijk begonnen. Het was wel een onvergetelijk moment om hier de magische Tour de France aan de voet van de Erasmusbrug te hebben. En wij, cameraman en ik en regisseur, stonden daarboven en hadden een prachtig overzicht. Wat ik er vooral nog van weet is natuurlijk de regen. Ik was aan het warm rijden onder de luifel van de bus toentertijd. En dan begin je het getik te horen van de regen die op de luifel op de bus valt. Dus dat was even wat minder. De eerste deelnemers hadden droog gereden, de laatste denk ik ook. En ja, de golf waar ik dan in zat, die reed echt met kletsnat weer. En daar was ik ook geen specialist in, verre van. Dus mijn moraal zakte echt letterlijk en vuurlijk in mijn schoenen. Dus, en ik moet ook zeggen, ik bakte er uiteindelijk ook niks van. Ik krijg hier wel echt een Tour de France 2010 gevoel van. Het begint weer te regenen, net als ik moet. Dus de cirkel is rond. Zullen we gaan rijden? De NOS doet perfect verslag van de sport, daar zijn ze voor, dat doen ze ontzettend goed. Wij zaten in het randgebeuren, in de side events, in het Zuiderpark en op het parcours. Het was echt geweldig. Het is er eentje die je, als je dan zo lang bij Rijnmond mag werken, het is er eentje die je dan nooit vergeet. Ja, ook hier op de Dordtse Laan is het één groot feest. Ja, de rijen staan, 3 rijen dik. Maar je merkt wel dat je op die proloog op de Dordtse Laan bent. Want ja, het ruikt hier lekker Surinaams, het ruikt hier lekker buitenlands. Want al die ondernemers hier, die willen ervan genieten dat er zoveel mensen zijn. En die hebben allemaal buiten hun lekkere eten uitgestald. De sarmatjes staan lekker, worden lekker buiten gebakken. Maar er is sfeer hier als er een fietser voorbij komt. En zeker als het van de Rabobankploeg is, dan gaat er hard gejuich op. Je hoort het hier naast me. Ik vond het grotesk. Het was als de marathon van Rotterdam, maar anders. Met hordes mensen langs de kant. En het typische rondgaande gejuich, waarbij je aan het geluid aan de andere kant van de Maas kon horen waar bepaalde renners waren. En je had een vibe in de stad met helikopters erboven. We hadden natuurlijk boten van het havenbedrijf die water de lucht in spoten. Dus er was een hele prettige, goede sfeer. Kunt u even zeggen wat u hier ziet? Want ik heb het nou 10 keer gezegd dat het zo mooi is, maar het is inderdaad mooi hier, hè? Het is ontzettend mooi. Het is 1 keer dat je het meemaakt in je leven in Rotterdam. Dat de Tour de France hier start. Geweldig. Eén grote. En dan sta je op zo'n plek? En op zo'n plek, ja. Het kan niet mooier. Kippenvel krijg je ervan. En het mooie is dat ik heel veel mensen spreek die ook ontkennen dat het slecht weer is geweest. En die dat oprecht ook niet meer weten. En dat zegt ook wel iets over die dag. Want blijkbaar was die dag zo mooi dat zelfs het weer geen roet in het eten heeft kunnen gooien. Wie bewaart, die heeft wat. Dus ik heb hier mijn shirt van toen nog aan. Met hier ook het teken van
Grand Départ 2010 Rotterdam. Ik heb mijn rondeboek, de Tourbijbel van dat jaar, ook opgedoken. Waar ook de route natuurlijk nog perfect op is te zien. Ja, met nat weer niet echt makkelijk vanwege alle witte strepen van de zebrapalen natuurlijk. Maar buiten dat niet echt een technisch parcours. Voor de specialisten natuurlijk wel heel erg tof. En wat ik persoonlijk ook wel mooi vond, als ik me goed herinner, was het Cancellara die won. Ja, dat was ook in die tijd natuurlijk een enorme held en een grote wielrenner. Dus daarmee kreeg Rotterdam ook wel een winnaar en een gele truidrager die past bij de stad. Sowieso de wegen die hier dan liggen, normaal rijden alleen met de auto over en is natuurlijk al helemaal niet afgezet, is het een drukte van tot en met. En dan kun je los, toch wel je eigen omgeving, ook al kom ik niet direct uit Rotterdam, maar je bent er natuurlijk goed bekend, het is er vlakbij. Ook de dag daarna natuurlijk de start naar Rotterdam, naar Brussel toe. Die voerden dan ook nog eens over wegen waar je zelf vaak over trainde. Dus dat was, dat was en dat blijft heel speciaal. Tegenover de regen van zaterdag stond het geweldige weer op zondag 4 juli. Hier op deze plek op de Westerkade met aan die kant van de ballentent, de parkade, de teambussen en de trailers met de fietsen erin. En de wielrenners die zich aan het opwarmen waren. En aan deze kant kraampjes, veel publiek. Het podium waar de renners zich moesten intekenen, dat gebeurde allemaal hier. Iedereen stond te wachten tot het peloton hier zou vertrekken. Ja, gekkenhuis, hè? Ja, het was gisteren al bizar natuurlijk. Van begin tot einde één grote lawaaitunnel waar je doorheen reed. En goed, vanochtend is het niet anders. Het is heel erg druk hier bij de start. En ik verwacht eigenlijk niet anders dat het zo de hele dag een beetje door gaat zijn. Het mooiste verhaal wat ik nog steeds vertel en wat me altijd is bijgebleven en me altijd bij zal blijven, is het vertrek van de renners. Hey, je moet gaan, veel succes! Dus ze rijden rustig weg. Door de speakers klonk van AC/DC Highway to Hell. En 100 meter na het peloton kwam de toen nog allergrootste van de allergrootste Lance Armstrong in zijn nieuwe Radio Shack rode tenue. En hij vertrok 100 meter achter het peloton en pakte even het applaus voor zichzelf. Een onvergetelijk moment, Highway to Hell, Lance Armstrong, een gillend publiek. Ja, zo heb ik het toen ervaren en zo zal ik het nooit vergeten. Ik denk dat ik me maar weinig keren zo trots heb gevoeld dat ik Rotterdammer ben als op dit moment, op die 4 juli 2010, bij de start van de etappe op zondag. Geweldig. Ik ben ongeveer 2 jaar geleden wethouder sport geworden. En dan verwacht je dat mensen naar je toe komen om vragen te stellen over de grote voetbalorganisaties die we hier hebben. Maar als ik ergens was, dan was de meest gestelde vraag: komt er weer een tour naar Rotterdam? En volgens mij geeft dat het beste weer wat de impact was. Iedereen die vond het zo prachtig dat de stad in het teken stond van de gele trui, het fietsen. Ja, dat wil men nog een keer. We hadden de Grand Passage in 2015. Dat was ook leuk. Ook bijzonder. Maar een start is net even weer een stapje groter, beter, geweldiger. Als de Tour naar het buitenland gaat, dan is het gegarandeerd echt zo druk met publiek. En ik denk dat voor een stad als City Marketing kun je denk ik geen beter evenement hebben als de Tour. En vandaar ook denk ik die vraag die telkens terugkomt. Beste wethouder, wanneer krijgen wij weer die Tour? En beantwoord hem maar eens. Nou, dat weten we heel erg goed. Namelijk 2023. 24 of 25. Dat zijn in ieder geval de jaren waarvoor wij ons als Rotterdam officieel hebben gemeld bij de tourorganisatie. Het kost de stad geld, het levert de stad ook heel veel geld op. Dus wat mij betreft kan het niet vaak genoeg komen en niet snel genoeg komen.
8,7. Ik heb hem iets te laat ingedrukt, want het moet eigenlijk officieel 8,9 zijn. Ja, het brengt natuurlijk toch weer herinneringen naar boven van inderdaad 10 jaar geleden. Sportief was het zeker niet mijn beste dag, dus dat wordt je weer even ingepeperd. Maar het was wel mooi om dit te mogen meemaken, dat absoluut. En dat besef ik met 10 jaar na dato nog steeds. Parijs is nog ver, hè? Ja, eigenlijk zouden we gewoon de rest over moeten slaan en gelijk naar Parijs.